Hi en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we weer lekker aan de slag met een mooi herfststuk, maar net even iets anders dan anders. Ik heb hier namelijk een mooie vogelkooi en hier gaan we een mooi bloemstuk in maken. Ik ga je dat helemaal laten zien. Wil je dit nou meedoen, dit pakket? Het complete pakket met vogelkooi is te bestellen voor €29,99. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je dat kan bestellen. En dan gaan we nu gauw aan de slag. De mos zet ik vast met krammen. En als we dat hebben gedaan, maak ik er nog een extra touw omheen, omdat ik dat een mooi sierlijk effect vind geven. Dit wikkel ik er gewoon een paar keer omheen. Je kan hiervoor ook lint gebruiken, maar ik vind zelf jute touw erg mooi. Dan hebben we dus al een hele mooie basis. Waar je wel rekening moet houden met deze vogelkooi, is dat je hem natuurlijk niet over het was erin kan doen. Je kan hem alleen maar via de zijkant openmaken. Dus we moeten nou verder werken vanuit de vogelkooi. Ik leg deze er vast in en dan gaan we vanaf daar verder schikken. Je bewegingsvrijheid wordt dus iets beperkter, maakt het iets lastiger, maar goed zeker te doen. Dus we gaan verder met het bekleden van het bloemstuk. Ik gebruik nu verder een heel mooi pakketje waar heel veel mooie materialen in zitten voor de herfst. Mooie takjes, maar ook wat vruchtjes. En ook deze zet ik even vast met een krammetje. Zoals je ziet is een heel groot deel van de oase al bedekt. Wat we nu gaan doen is wat hoogte aanbrengen, omdat de vogelkooi ook wat hoogte heeft. Dan maak je natuurlijk echt een mooi geheel in totaal. Dit doe ik door middel van Craspedia. Het droogt ook allemaal mooi in. En wat gedroogde lavendel. Ook die geef ik in het midden een plekje. Er zit hier nog een leuk takje bij in, die geef ik ook een plekje. En dan heb ik hier wat bolmos. Bolmos is meestal iets langer. Ik haal even het onderste eraf, dat kan geen kwaad. En dan vind ik het heel mooi om te verwerken. Het is net wat anders dan gewone mos, maar geeft wel rust in je stuk. Dus deze zet ik er ook op en die zet ik ook eventjes vast in het midden met een krammetje. Dan gebruik ik gedroogde protea. En die stop ik aan de andere kant om het meer kleur te geven. En dan heb ik superleuke paddenstoeltjes. Die passen natuurlijk ook echt bij de herfst. Dan verwerk ik ook weer leuke lampionnetjes, maar deze zet ik eventjes op draad. Dit doe ik als volgt. Ik prik het draadje er doorheen, buig hem samen en wikkel om het steeltje heen. Doe dit wel voorzichtig. En dat doe ik dus bij alle drie de lampionnetjes. En dan voeg ik ook wat dennenappels toe, maar deze zet ik ook op draad. Ik doe even een ijzerdraadje doorheen
En draai hem samen. En dan staat hij mooi op een stokje, zodat je hem goed rechtop kan steken. En ze niet uit het stuk vallen. Dus eventjes het draadje om de dennenappel heen doen. Als hij helemaal tussen wegvalt, dan zie je hem ook bijna niet. En dan draai je hem samen. En dan kan je... Ik vind het ook mooi om aan deze kant een beetje mos bij te werken, omdat het gewoon net iets meer rust geeft in het stuk. Ook dit zet ik vast met een krammetje. En aan deze kant bevestig ik een bolletje met silantia. Dan zit er in mijn stukje nog siervruchtjes. Die zet ik gewoon eventjes op een draadje. Dan prik ik gewoon even een draadje in. En die geef ik ook nog even een mooi plekje. Ik zie dat hier al een haakje aan zit, dus die kan ik op deze manier bevestigen. Dus dat moet je even met je handen tussendoor. En zoals je ziet is alles dan echt mooi bedekt. En dan wil ik het stuk iets spannender maken. Dus wat ga ik doen? Ik ga de hop bovenaan bevestigen en mee laten lopen met het frame. Dat doe ik door middel van een draadje. En dan bevestig ik ook weer aan de zijkant. Ook aan de andere kant. Ik haal wel weer eventjes de blaadjes eraf. Alweer geworden. Ik vond het echt heel leuk. En het leuke eraan is dat het eigenlijk allemaal indroogt. Na de herfst kun je de herfstdingetjes veranderen in kerstdingetjes. Een leuk kerstballetje of een glittertje bijvoorbeeld. Ook heel erg leuk. Of je houdt hem gewoon natuurlijk in de kerstdingen. Dus dat is ook heel leuk. Heb je nou zelf iets gemaakt? Deel het met mij. En wie weet deel ik het op een van mijn kanalen. Heb je ideeën of wil je graag iets leren? Laat hieronder in de beschrijving weten. En wie weet ga ik dan mee aan de slag. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle inspiratie wat ik met jullie deel. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doeg!